Ding, ding. Ja, jij hebt best wel mooie ogen. Dankjewel. Toen op een gegeven moment zeiden, ja, dat zijn die negers achter ons. Dacht je, hè? Negers? Hoe bedoel je? Jullie zijn lekker. Ik heb wel vaker jongens gezien met een lekker lichaam, dus het doet me niet echt veel. Ik ben het wel gewend, zeg maar. Waar is Lisa? Waar is ze dan heen? Zit ze nou op het strand? Is ze nou in het dorpje terug? Ze sport gewoon niet. En ze heeft totaal geen besef van normen en waarden en wat verantwoordelijkheid is. Klaar. Welkom in mijn filterroze kamer. Korte broek. Lange broek. Dat is het kutte van Nederland. Je weet nooit wat voor weer het wordt. Ik zie het, joh. We gaan naar Texas. Wij, een vriendengroep en wij, een vriendinnengroep, zijn deze zomer een week lang op vakantie naar Texel geweest. Van de NCRV kregen we het verzoek deze week alles vast te leggen met onze mobiele telefoon. De leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Het uitgaan en ook onze serieuze gesprekken. En dat was nog best moeilijk. Wat nu volgt is een eerlijke blik in ons leven door onszelf vastgelegd. Wij zijn de Video Generation. Bij gym moesten we een dansje doen en toen had Bente maskertjes meegenomen. Iedereen had zijn eigen kleur, maar van die glittermaskertjes. En toen zei een jongen, hey, de glitterbitches. Dus toen waren we de glitterbitches. Dit zijn echt gewoon 6 meiden waar je gewoon alles mee kan doen en alles aan kan vertellen. Dit zijn nou mijn vrienden. Dit zijn gewoon een groepje vriendinnen die chillen en herrie maken en gewoon doen waar ze zin in hebben, denk ik. In a Barbie world. Y'all know me, 'cause I walk with a limp like a old school pimp, a real OG. I'm rocking bands, I'm in the sand. We zijn hier nu echt met een groep showbiz mensen, dus echt puur alles gaat om het dansen en jezelf laten zien, jezelf uiten. Oké. En wat we zeker moeten doen is gewoon Texel op zijn kop zetten. We zien wel, we staan gewoon op. Weet je, we hebben 24 uur de tijd, alles kan. Maak je niet druk. En wat we vandaag niet kunnen doen, doen we morgen. Toen ze aankwamen lopen, toen dacht ik echt van, oké, dat zijn echt van die mooie boys die zichzelf vooral helemaal geweldig vinden. Nou, die vinden zichzelf wel heel erg leuk, lief en aardig. Dat moet ik niet. Ja, ze waren wel druk. Dat was echt zoiets wat snel opviel. Van, oké, weet je wel, ze praten wel heel veel en het is allemaal van... Lisa is het kleine, drukke meisje. Die is het meest opvallende van de groep. Ja. Oh my god! Met Joep had ik echt zoiets van, wow, dat is echt zo'n gladde José, zo'n glad Janus. Hij had in het begin alleen maar oog voor Lisa. Dus Lisa had echt zoiets van... De eerste keer dat ik hem zag, dacht ik, die ziet er goed uit. En toen bleek hij ook nog gewoon aardig te zijn. Maar wat ik dan wel minder vond, is dat hij zijn aandacht alleen op Lisa had gericht. Voor de rest had hij tegen niemand gepraat. Ik val niet op blonde meisjes. Dat is gewoon niet mijn type. Ik hou van het warme, exotische. Lisa! Mooi boy. Smooth. Zo suave. Hij is wel een beetje een smooth boy. Een José, weet je wel? Ja, zo'n slikkergast die denkt dat hij wel elke chick wel even kan regelen. Ik ben niet iemand die zomaar naar een meisje toe stapt en zegt van... Oeh, douche, wat ben jij lekker, man. Wat zie jij er goed uit. Wat zijn jouw ogen mooi. Zo. En wat heb je mooie haren? Nee, man. Ik ben niet eens goed in die zinnen, weet je? Die openingsshit en zo. Wie nu in 5 minuten het mooiste meisje op de camera zet, die heeft gewonnen. Oh. I was first, I'm sorry. Wat doen jullie? We gaan filmen. Ja, het is voor televisie, het is niet zomaar. Echt? Hoor. Cool. Ja. Je moet even groetjes doen aan je ouders. Groetjes aan mijn ouders. Oh ja, doe de groetjes aan je ouders. Jij hebt best wel mooie ogen.
dankjewel. Op een gegeven moment ga je toch een beetje denken van oké, misschien heb ik toch wel mooie ogen. En ik kan het wel begrijpen omdat ik een beetje getint ben en blauwe ogen heb. Of groen af en toe, weet ik niet. Maar wat ik wel vaak doe is gewoon, weet je, keep eye contact. Gewoon als je gaat dansen en je bent bezig, dat je een keer een draai maakt en je kijkt, je blijft diegene aankijken, weet je wel. Ja. Dus. Dank jullie wel. Doei. Ja, ik leer het wel heel veel, maar dat is gewoon onschuldig, niet echt met veel bedoelingen erachter of zo. Ik doe niet echt aan flirten, dus meestal gewoon oogcontact of zo. Als het komt, dan komt het. Ik ga niet zoeken naar iemand leuks, want dan gaat het niet werken, denk ik. Dan wil je het te graag. Als de jongens op me afkomen, dan, ja, het ligt eraan hoe ze doen. Komen ze echt zo straalbus open op je af en helemaal, hey, nou, dan moet het van mij al niet, dan mag je gelijk weggaan. Ik zoen niet zomaar met iemand. Ik wil wel iets meer van diegene weten, totdat ik echt op actie overga. Als de jongen denkt dat het de ene avond gezellig is met de ene meisje en de andere avond met het andere meisje, dan vind ik hem gewoon een l**. Ik hou dus heel erg van dansen en zij kunnen echt heel erg goed dansen. Begonnen te dansen en weet ik dan, maar dacht ik, oh leuk, ze kunnen leuk dansen, maar dat doen ze vooral om zich uit te slopen voor anderen. Toen ik voor het eerst zag dansen, toen smolt mijn hart. Toen gingen ze dansen en allemaal chickies op de dansvloer gingen zo kijken. We vormen een kring en we beginnen gewoon een battle en weet je, dat is gewoon een vibe die je creëert. En op een gegeven moment komt dan echt serieus. De hele discotheek komt gewoon om ons heen staan en sommige jongens doen mee, wat we gewoon super vet vinden. En dat willen we zien, weet je wel? Dat we gewoon even die tent op zijn kop kunnen zetten. Ik vind Joep wel gewoon een mooie jongen. Jongens met blauwe ogen en donker haar vind ik wel leuk, zeg maar. Ik weet eigenlijk niet echt wat er going on is tussen Joep en Lisa. Ik heb me er niet echt mee bezig gehouden. Ik had zoiets, het is hun ding. En als zij het zo leuk vinden, dan moeten ze dat gewoon doen. Ik vind het hartstikke leuk voor Lisa dat hij er zoveel aandacht geeft. En dus ik bemoei me daar niet echt mee. Maar ja, ze zijn wel heel close met elkaar. Ik dacht dat ze een beetje van die hele rustige types waren. Een beetje van die meisjes die meer op de achtergrond zijn, rustig. Ja, trek je broek maar naar beneden! Na dat paaldansen was. We kwamen binnen en toen vroegen ze het meteen. En toen gaven we ons op echt met heel veel. Yay! En toen daar zaten we gewoon, oh mijn hemel, hadden we dat wel moeten doen. Toen gingen we daar staan en echt zo. Oh my god, het werd eruit gejold. Dat was wel grappig. Toen hebben we heel slecht gedanst. En ineens komt er water naar beneden. Dus we waren psychnat en wij schrokken ons dood. We dachten, wat is dit nou?